Zo, Sergio, goeiedag. Goedenavond. Fijn dat je tijd voor ons wil maken. Ik heb meteen een hele makkelijke vraag voor jou, maar moeilijk voor mezelf. Want je voornaam, ik zeg altijd Sergio, dat klopt denk ik wel. Maar je achternaam, waar ligt nou de klemtoon? Je zegt de Randami. Op dus de hier, aders? Ja, klopt. Kijk, Sergio de Randami. Ja, klopt. Niet de Randami, wat je ook nee, al eens hoort. Ja, okay, goed, dat hoor ik heel vaak. Maar ja, het is Randami. Betekent het eigenlijk iets, jouw achternaam? Ik heb echt geen idee. Nee, denk misschien het ook niet. Maar nee, zou zo maar wat kunnen. Ik wel heb vernomen, is dat het van Miranda komt, eigenlijk. De Miranda, als je het omdraait. Of zoiets heb ik gehoord. Alright. Maar verder weet ik niet meer. Sergio, we hebben een tijdje geleden een interview gedaan met jouw coach, Paul Vervaak. Heb je gezien, hè? Ja, ik heb het gekeken. Wat vond je er eigenlijk van? Nou, heel leuk om daarna te kijken. En dan zie je ook gewoon weer terug wat we elke dag op training, wat hij elke dag op training zegt. En dat vond ik gewoon wel heel leuk om het in een interview weer te zien en zo. Wat zijn dan dingen, jij ziet hem natuurlijk elke dag, waar je denkt dat is nou typisch Paul Vervaak hoe die werkt met de groep. Dingen die hij zegt of dingen die hij jullie laat doen? Ja, zeker weten. Vooral met ritme en aanspeelbaar zijn. Dat is eigenlijk als tweede cultuur voor me nu, want we horen het elke dag. En zodra je er niet bent, hoe je aanspeelbaar zijn, zeg je, of aanspeelbaar zijn, de jong. Maar het is wel iets dat we elke dag horen. De ritme aanspeelbaar zijn. En voor jouw game, Sergio, want jij bent een big man die onder het bord kan spelen, maar ook van afstand kan schieten. Moet jij nu anders gaan spelen bij Leiden dan je bijvoorbeeld vorig jaar bij Amsterdam deed? Min of meer. Bij Leiden. Bij Amsterdam had ik de bal meer in mijn handen, dus was ik ook derde scorer met Dimeo en Aaron. Nou, hier heb je dan wat veel meer scorers, dus mijn taken zijn gewoon een beetje wat minder, veranderd. Dus ik schiet wat minder dan vorig jaar. Ja. Dus dat alleen, maar qua beweging en in de poses om en bij hetzelfde. Nou, ken ik jou iets minder goed uit je allereerste profjaren. Ik zou me kunnen voorstellen wat je nog wel eens ziet bij spelers die iets ouder worden, wat meer skills ontwikkelen, dat je wat verder van de basket gaat spelen. Is dat waar? Heb je toen je schot ontwikkeld of ben je altijd wel speler geweest die inside kon spelen, outside kon spelen? Nee, in het begin was ik echt puur binnen. Het schotje ging. Ik schoot hem echt niet en naarmate ik ouder werd, ook aan mijn schotje gewerkt, ging steeds meer naar buiten. En ik denk het spel van nu is ook dat je het kan veranderen, dus dat je alles kan laten zien. Dus en ik denk dat mij ook een paar jaren meer laat basketballen, als je alleen maar van binnenuit speelt. Lijkt het me een beetje lastig, want dan ben je gewoon voorspelbaar. Absoluut. Ik vraag me dan wel eens af, hè, stel, want je hebt je schot goed ontwikkeld, je hebt een driepunter in huis. Is het dan vervelend als je toch weer inside moet, waar je al die klappen krijgt en waar er gebeukt wordt? Of vind je dat dan ook wel weer lekker? Of zeg je van, ik ga toch liever een beetje uit dat geweld, ik trek een beetje naar buiten toe? Het hangt er vanaf wie me dan verdedigt die dag. Ja, je hebt wel van die irritante gasten die de hele tijd zitten beuken, dan trek je hun een beetje naar buiten. En dan zijn zij een beetje oncomfortabel, want zij zijn dan niet gewend om daar te staan. Dus het hangt puur echt van wie verdedigt me die avond en hoe hij verdedigt. Dus daarmee ben ik wel bezig als ik speel. Ja, jij speelt al een tijd in de Nederlandse Eredivisie. Sommige spelers die kom je al jarenlang tegen. Er zit nu ook wel wat verloop met bepaalde jongens. Hè, die spelen Wessels, Akerbo, vroeger Rogier Jansen, Arvin, noem ze allemaal maar op. Want je had het een beetje over irritante verdedigers. Heb je zo'n paar jongens of gewoon überhaupt spelers waar je lekkere matchups mee hebt? Dat je denkt, hey, dit wordt weer een nieuw seizoen. Ik kom die en die gast weer tegen. Lekker battelen. Dus wat zijn zo wat namen waar jij dan aan denkt? Het is altijd wel leuk. Nu speel ik met hem.
Dus het was altijd wel leuk om tegen Mo te battelen. Dus ik ben blij dat ik dat niet meer hoef te doen. Kirazi natuurlijk, ja. Maar dat weten onze kijkers wel. Ja, snap ik. Ja. Heb jij nog bij Amsterdam met hem gespeeld? Ja, tuurlijk. Ik heb 2,5 jaar met Mo gespeeld. Ja. En toen ging ik naar Groningen, hij naar Leiden. Ja. Dus ik weet hoe hij is. Echt een winnaar. Dus vorig jaar hadden we het ook. Als hij me verdedigde en zei dat ik moe was, dan gaf dat mij gewoon meer een tikje. En dan ging ik nog harder tegenaan. Ja. Dus hij is een van ze. Ik snap vind Koen is ook heel irritant soms. Wat is er irritant aan Thomas Koen is? Hij hangt gewoon, hij is gewoon zwaar en hangt de hele tijd. Hij zoekt constant contact. En dat op een gegeven moment, vooral als je 30 minuten speelt, net als vorig jaar, dan word je gewoon moe. Ja. En op een gegeven moment heb je gewoon wat minder energie om dat te bolwerken eigenlijk. En zien de scheidsrechters wat hij doet? Of zit hij gewoon net een beetje op het randje? Het mag wel wat hij doet, maar... Kijk, het hangt er vanaf in welk team je zit soms. Daar heb je een gunfactor. En dan kom je met dingen weg die bijvoorbeeld als je in Amsterdam speelt, dat het niet lukt. Maar nou, als ik ga duwen, dan zeggen ze, hey, zeg je, pas op me. Nee, zeg je van, nou... De scheidsrechter zegt dat tegen je. En dan zeg je van, nou, het gebeurt ook aan de andere kant. Oké, dan let ik op. Maar het is gewoon hoe het is. En is dat dan omdat je bij een wat kleiner team speelt, dat je wat minder krediet hebt? Of... Nou, dat zou wel kunnen, denk misschien, ik. Misschien, misschien. Ja, ja. Laten we het daarop houden. Ja. Dat is Thomas Koen, dus ja. En nu heb je ook, ik vind die jonge gast van Weert ook, hij begint. Maar gewoon in het totale, niet alleen de verdediging. Maar hij is ook heel up and coming, denk ik. Die Roelaerts. Oh ja. Een heel fysieke speler. Oké. Ja, maar hij doet het aan beide kanten. Ook in de aanval en in de verdediging. Dus hij is ook heel, heel irritant soms. Heeft Mohamed Kirazi van jou dingen geleerd, Sergio? Toen hij jong was en jij toch al... Ja, je bent wat meer ervaren toen jullie samen bij Amsterdam zaten? Nee, hij speelde meer, toen meer op de drie. En dus qua verdedigen hielp ik hem, maar qua aanvallen kan ik hem niet echt heel veel bijgeven. Want het is gewoon een ander spel. Ja. Hij is gewoon meer balbehendig dan ik, dus daarmee kan ik hem gewoon niet echt veel meer helpen. Maar nu zeg ik hem ook wel van, hey dude, je wordt wel ouder, je moet op je schot gaan werken. En dan kan je je jaren qua basketballen gewoon verlengen. Maar dan ben je niet gewoon alleen een inside banger, maar gewoon dan kan je meer een all-around speler. Hoe doe je dat zelf, Sergio? Aan je schot werken, is dat iets wat tijdens het seizoen kan? Of moet je dat echt in de zomer doen, als je gewoon wat meer tijd hebt? Nou, ik heb het beide gedaan. Het ding is dat je wel heel veel geduld met jezelf moet hebben, want het gaat niet in een jaar. En ik heb zelfs mijn schot veranderd toen ik in Amsterdam zat, met Ferry gewerkt. Dus, Ferry Steenmets. Ja. Dus het neemt gewoon echt heel veel tijd en geduld. En het andere dat erbij komt is dat je een beetje vertrouwen hebt. Maar als het mechanisme goed zit en je hebt geen vertrouwen, dan heb je niets eraan. Dus, en dat hielp mij toen ik meer minuten ging spelen, mocht ik meer schieten. Dus dan komt je vertrouwen vanzelf. En dan als je eentje mist, zelfs Stephen Curry mist een schot. Dus dan komt gewoon echt je vertrouwen een paar ervan. En je vertelde, Sergio, van je hebt zeg maar de mechaniek van je schot veranderd. Is dat het? Dat gewoon, je de bal anders vastpakt of je hand anders of je vingers anders spreidt of anders nawijst. Al dat soort dingen ga je dan met een coach aan werken. Ja, klopt. En dat je ook werkt aan dat een bal een backspin heeft en al dat soort dingen. En dan wordt het in plaats van gooien, schieten. Want ik gooide de bal vroeger en op hoop van zegen de bal... Dat je hoopt dat de bal erin gaat, maar nu schiet ik. Ja.
Dus dat is het verschil. Werk je dan ook, want dat is dan meer de houding van je armen, je schouders, je knieën, al die dingen. Maar daarnaast moet je ook natuurlijk ruimte creëren om je schot weg te krijgen. Werk je daar dan ook aan? Of is dat dan meer in een teamconcept van waar liggen de ruimtes? Hoeveel ruimte heb ik nodig? Neem ik een dribbel? Kom ik van het screen af? Want ja, dat, je kan nog zo'n mooie techniek hebben. Ja. Je moet natuurlijk ook in de positie komen. Ja, klopt. Maar daar werk ik sowieso meer aan nu. Omdat je dan vanuit de post ook, ook mijn schot wil hebben. Dus dan werk ik eraan hoe ik vanuit een dribbel in de post een schot neem en al dat soort dingen. En vaak genoeg ook, dat doet Paul heel goed ook, dat we uit de penetratie met schoten komen. Zodat je zonder een dribbel een schot neemt, maar dat je klaar bent. Ja. Ja. Dus dan komt weer ritme in de aanspraak. Wie zijn er spelers in het team, Sergio, die dan een lekkere inderdaad naar de basket toe gaan en dan toch weer die mooie kick-out geven? Of soms, we zien ook wel eens een kick-out en dan gaat hij nog een keer door en nog een keer door. Gaat hij naar de hoek, huh, bang, open schot. Ik denk dat iedereen dat heeft in dit team. En dat is het bijzondere van, we gunnen elkaar de bal enorm. En ik denk dat dat zo lekker en dat zo uitstraling, goede uitstraling heeft in het team. Dus ik kan niet echt zeggen van, hey, Jesse doet dat of Wurtie doet dat. Ik denk dat alle drie dat, dus iedereen, Wurtie heeft het, Mo heeft het, C, Carrington heeft het, dus iedereen heeft het. Dus, noemen jullie hem C of niet? Want ja. Dus, Carrington is een beetje lang, hè? Ja, zo lang, dus zo noemen we hem gewoon C. Ja, ik zie het iedereen wel doen, ja. Ja. Wat is dat voor speler, die Carrington Love? Nou, heel gepassioneerde gast. Ik slaap elke dinsdag en donderdagmiddag even bij hem, zodat ik niet terug naar Amsterdam hoef te gaan. Dus dan praten we echt heel veel met elkaar. Het is een aardige gast, heel gepassioneerd, heel gedreven gast. En heeft gewoon een doel voor over om te winnen. Mm-hmm. En dat vind ik wel. Dat kom je niet zo vaak meer tegen met Amerikanen die mm-hmm. in Nederland komen spelen. Die komen hier zeggen van, hey, ik wil mijn statistieken halen. Nou, als ik win, top. Als ik verlies, ja. Maar hij wil zijn statistieken halen natuurlijk, maar het gaat ten eerste om het winnen. En dat vind ik wel heel bijzonder aan hem. Komt hij nou ook naar jou toe? Zo van, goh, Sergio, je hebt veel gezien, je bent bij veel clubs geweest, je hebt veel meegemaakt. Kun je me eens ergens advies over geven? Of ik zit in een slump, mijn schot loopt even niet. Of ik heb misschien heimwee. Of kan natuurlijk van alles zijn. Die jongens die zijn ver van huis. Komen dat soort jongens naar jou toe eigenlijk? Heeft hij nog niet gedaan. Nee, okay. Nee, want hij zit lekker in zijn hij vel. Hij zit lekker in zijn vel. Maar misschien andere lekker. Gewoon rondom het team. Dat jij misschien die jonge gasten een beetje onder je vleugels neemt. Of... Nou, kijk. Ik train vaak met die jonge gasten. Dus... ik zit in dat team van de jonge gasten, dus dan spelen wij tegen het eerste en dan, dan geef ik heel veel advies aan van oké, misschien moet je dat doen en dan, zo gaat het een beetje, maar niet dat iemand naar me toe komt en vraagt van hé, wat kan ik doen om dat beter te doen. Nou, goed. Ja, dan hadden we het even voor de opname over jullie trainingen. En toen legde je uit inderdaad, als er 5-5 wordt getraind of misschien ook 4-4, dan heb je een soort unit wat meer de starting unit is en meer de bench unit, zo gezegd. Jij komt over het algemeen van de bank. Ja, klopt. En dan zit je met inderdaad de Okkers en de Marijns en de Rens. En jullie hadden net een goede training, hoor ik. Ja, klopt. Dus, ze liep aardig. Het was een gezellige training en ik denk dat coach ook heel erg ervan heeft genoten. En ik denk dat het ook belangrijk is, vooral als je tegen zo'n team als Groningen gaat spelen aanstaande zaterdag. Dat het wel, dat je gewoon klaar bent om te gaan. En dat ben ik blij dat wij zo, vooral de eerste 5, hebben kunnen klaarstomen daarvoor. Dus zo is echt belangrijk, vind ik. Want dan is de taak, als ik het zo voor me stel, dat die tweede unit, what's in the name, want soms dan draai je die net zo goed, de eerste, de basis eigenlijk ook scherp houdt. Ja, dat zorg is zorg dat ze moeten verdedigen. Ja, en dan dat ze niet te makkelijk kunnen scoren. Klopt. En dan ga je ook niet de wedstrijd in van, dit wordt gewoon appeltje-eitje.
Maar dan ben je ook gelijk scherp van oké, nu gaan we er tegenaan. Niet dat je dat, je hebt dat minder nodig als je tegen Groningen moet, want je bent sowieso klaar om te spelen. Maar toch het geeft je het extra push eigenlijk om gewoon ervoor te gaan. Absoluut, ja. Ja, Groningen heeft natuurlijk de beste voorbereiding, zou je kunnen zeggen, die je kan denken. Die spelen natuurlijk nog Europees ongeveer eens per week. Net in die periode dat jullie het eigenlijk toch met trainingen moeten oplossen. Ja. En dan moet je toch elkaar scherp houden. Ja, zeker weten. Sergio, zo'n voorbereiding, hè, maakt niet uit welke tegenstander. Hoe doen jullie dat met het team? Je hebt een wedstrijd gehad op zaterdag, meestal, of op zondag. Dan ga je een week trainen. Wat doen jullie allemaal? Je traint waarschijnlijk op techniek, op tactiek. Je traint in de fitness. Je kijkt misschien video of je krijgt een scouting report mee naar huis. Wat zit er zo vast aan zo'n wedstrijd? Wat moet je weten van Groningen? En hoe bereid je je daarop voor? Wat wij doen, ik denk wat elk team doet, is dat was wat coach heeft gezegd. Elke coach heeft een visie. En dat moeten wij begrijpen. Wat wil onze tegenstander doen? En daarop gaan we trainen. En kijken hoe wij hun ritme kunnen breken. En dan kijken wij daarna, oké, dan hebben we dat gedaan, het verdedigende aspect. En dan kunnen we daarna kijken van, oké, hoe gaan wij ze verslaan, aanvallen? En dan, waar zijn hun zwakke punten? En nou, dat doen we dan op dinsdag, donderdag en vrijdag. En dat doen we dan in die avondtraining. En dan in de ochtend de fitness. En dan woensdag een skills training en ook nog ritme training. En nou, dan zijn we klaar voor eigenlijk. Alright. Hebben jullie echt hele video-sessies? Of gaat dat misschien met een mailtje of een printje wat je krijgt van oké, dit is Sergio, jij gaat spelen tegen, ik noem maar iets, Bruinsma, whatever. Let hierop, let daarop. Hoe gaat dat? Coach is wel echt van video. We doen echt een grondige video van bijna een uur. En dan hebben we het over wat de ideeën zijn, wat ze willen doen. Dan kijken we ook naar de spelers. Kijken we ook naar hun verdediging. En uiteindelijk hebben we gewoon een concept van hoe het in elkaar zit. En dan, zijn we klaar eigenlijk met video. En dan hebben we ook nog een uitdraai van wat de spelers willen doen met de linkerhand drijven, schotvegen drijf en al dat soort dingen. Dus het is een heel uitgebreid ding. Die fitness, hè? Dat lijkt me altijd zo indrukwekkend. Komen allemaal van die grote, sterke kerels. Hangen jullie dan gewoon de hele ochtend aan de gewichten? Of is dat tegenwoordig veel? Gaat het ook om lenigheid, flexibiliteit, core stability, al die... Je kan zoveel oefeningen doen tegenwoordig. Ja. Dat verschilt misschien ook per persoon en je leeftijd en je, ik denk, je lichaam. Ja, het is heel erg veranderd toen ik nog op school zat. Toen was het echt van groot worden, sterk worden. Maar nu, trouwens, als je ook naar NBA kijkt, zijn die gasten veel meer gespierd. Niet groot meer, maar wel heel lenig, snel. En dat doen heel veel gasten nu ook in de fitness. Ze zijn bezig met core, met je benen, maar het hoeft niet echt heel zwaar te zijn, maar dat je gewoon echt nou lekker in je vel zit eigenlijk. Daarop komt het eigenlijk neer. Ja, ja. Verschilt misschien een beetje qua spelers. Sommigen moeten toch iets meer van hun kilo's ook hebben. Ja, zeker. Dus kan me voorstellen, of zijn toch iets minder atletisch. Ja. En waar train jij veel op? Ik train op mijn uithoudingsvermogen meer. Omdat die spieren van me zijn, als ik er tegenaan ga, raken die verzuurd. Mm-hmm. Dus dat probeer ik dan na te bootsen een beetje in mijn trainingen. Ja. En dan hoop ik dat ik klaar ben voor de wedstrijden. Is dat dan misschien ook dat je wat je doet aan kracht, meer herhalingen in plaats van minder herhalingen met hele grote gewichten? Of gewoon minder gewicht, maar meer herhalingen. En dan ook nog heel veel aan mijn core werken nu. Want het lichaampje van me wordt niet jonger. En kun je dat eens uitleggen? Wat is core? Is dat buikspieren? Is dat je ja, het is gewoon buikspieren en ook soms balans. Dat is zo'n beetje. Oké. Okay. Ja.
Hebben jullie daar ook begeleiding bij? Dat je een fitnesstrainer hebt die er je schema voor je maakt? Of ja, je, tuurlijk. Elke dinsdag en donderdag is er wel een trainer bij. En voor bepaalde mensen is er wat meer, net als Marijn en Okke, heb je wat meer begeleiding. Maar voor mij en wat oudere gasten, dan mag je eigenlijk gaan en kijken waar je eigenlijk wat je nodig hebt voor je lichaam. Lopen jullie dan eigenlijk tussen de gewone mensen in de sportschool? Lopen allemaal van die profbasketballers tussen? Of heb je een soort eigen privé training? Nee, we lopen gewoon tussen de gewone. Ja, ja. We zijn toch ook gewoon, dus we gooien maar een balletje in een netje. Dus ja, is niet dat men, ik denk dat Nederlanders nuchter genoeg zijn. Ook al waren we heel bekend dat men ons wel eens een gang zouden laten gaan. Ja. Dus ja. Niets bijzonders. Heb jij is geen leuke vraag misschien, maar heb je ernstige blessures gehad in je carrière? Laatste jaar kan je niet zo van herinneren, maar ik heb jou... Nee. Het meeste dat ik heb gehad was een... Een fractuur in mijn fifth metatarsal. Middenvoetsbeentje en een scheur in mijn kuit. Dat is het. Je kuitspier. Ja, kuitspier. En dat deed me echt zeer. En daar was ik ongeveer 6-8 weken uit. Mm-hmm. Maar daarna wel gewoon top. Het valt best mee, ja, voor zo'n lange carrière. Ja, zeker weten. En hoe reageer je dan op zo'n blessure? Ben je daarna toch iets voorzichtiger? Of ga je dan dingen... zeg je wel, weet je, ik ben weer fit, ik ben weer klaar. En... Nou kijk, het lastige van van mijn voet was oké. Okay, moest ik alleen in shape komen, want daar kon je helemaal niets aan doen. Het is gewoon je gebruikt hem zoveel dat je op een gegeven moment het bot gewoon genoeg had. En het is een heel veel voorkomende blessure bij basketballers. Ja. Maar bij mijn kuit, ja, die kwam gewoon uit het niets. Dus die, wanneer je terugkomt, dan ben je wel even van, oké, wat kan ik eigenlijk doen? En wat niet? En dan duurt het wel een paar weken en dan was het weer oké. Maar als het moet gebeuren, gaat het toch gebeuren. Sergio, ik was jaartjes terug in de tijd. Weet je nog van, wanneer ben je echt... begonnen met je basketbalopleiding, dat je echt dacht, ik heb talent, ik wil dat. Hoe oud was je toen ongeveer? Weet je dat nog? Ja, niet dat, ik, het is eigenlijk heel vers in mijn geheugen. Ik was eigenlijk, toen wist ik nog niet dat ik talent had, want ik was een dikkertje. En, was je al wel wat langer trouwens, of niet? Ook nog niet? Ik was wel altijd groot. Okay. Ik was altijd groter dan mijn leeftijdsgenoten. En een vriend, kennis, vroeg me van, hey, wil je gaan basketballen? Ik zei, ja, waarom niet? Dus we zijn begonnen. En het ging echt vrij moeilijk. Want ja, dik zijn en sporten gaat soms niet echt samen. Vooral niet in het begin. Maar naarmate ik ouder werd, werd het echt veel leuker. En toen ik 12 jaar werd, schoot ik de lucht in. En... toen had ik echt door van, hey, dit kan hem wel worden. Dus 12 jaar begon het echt goed te gaan. Waar woonde je toen, Sergio? Suriname, in Paramaribo. Ja. Dus 12 jaar ging het goed. Maar de dame die ons les gaf, die raakte zwanger. Dus vond het niet meer leuk in mijn oud team. Toen naar een andere club gegaan en toen ging het echt heel goed, want ik had echt een van de beste coaches, nu overleden, Rudy Neyman. En die heeft me echt goed klaargestoomd qua fundamentals. En toen ik 14 was, toen wist ik wel echt van, nou, dit wil ik wel echt doen. En een heleboel leuke dingen gedaan, tot mijn 16e. En tegenslagen gehad qua... Suriname is niet altijd veel geld. En dat is wat Nederlanders wel het voordeel van hebben, dat je
je talent kan meten de hele tijd. Okay. Dan kan je vanaf je 14e, begin je al U14 Nederlands team, dan meet je je krachten. En dat heb je gewoon niet in Suriname. Dus mijn enige krachtmeting is gewoon Suriname. Ja, op die manier. Mm-hmm. Dus er is geen internationaal... Helemaal nee, niet. Nee, en nee, als je nee, internationaal nee. speelt, dan ga je naar Guyana, Frans Guyana. Dan denk ik van ja, op een gegeven moment heb je het gezien. Dus, dat is nog te bereizen, maar inderdaad, het is natuurlijk echt Zuid-Amerika echt een basketbalcontinent. Maar er is niet zomaar budget om even lekker nee. tegen Argentinië of Brazilië te spelen helaas. Nee. Helaas, toen niet. Nu gaat het wel wat beter. Dus toen ik 16 was, begon ik dan met... Net als Troy nu, met Heren 1 te trainen. Oh ja, noem hem even, voor de kijkers. Nieuw talent beleiden. Hoe heet hij voluit, weet je? Troy? Ik ken alleen zijn voornaam. Want jonge gast die meetraint met het eerste. Ja, heel atletische gast. Zo atletisch was ik niet. Ik was nog... dat was helemaal niet zo atletisch. Maar toen deed ik al mee, want ik was al om en bij 2 meter. Dus... Ja, met het eerste meegedaan. Toen ook nog met het Surinaams team naar Guyana geweest voor een CARICOM-wedstrijden. En dat was echt zo leuk, omdat je dan tegen landen net als Jamaica kon spelen. Ik was zeggen, dat klinkt dus de Caribbean-regio. Ja, het was echt... Toen zei ik, ja, dit is echt tof. Dus echt geknokt. Ja, we waren echt niet zo goed. Want het zijn gasten die dan ook nog in Amerika zitten al of connectie hebben met Amerika. Dus en toen zei ik van, hey, volgende keer doen we weer mee en dan is dat mijn ticket naar Amerika. Nou, en dat bedoel ik met tegenslagen. En hele jaar getraind. Ik kwam er een week van tevoren om te gaan en kregen we te horen dat het niet doorging. Want er was geen geld. En dat heeft mij eigenlijk bijna tot stoppen gebracht. Omdat jullie zouden met het nationale team een oefentrip of weer zo'n toernooi spelen. Weer zo'n toernooi spelen. In de Verenigde Staten? Nou, in het Caribisch gebied. In de regio, ja. Okay. En dat ging gewoon niet door. Dat ging niet door. En dat heeft me echt... Had ik echt gedacht van, hey, ik heb bijna alles gedaan en ik ben 16 en dit, of 17 werd ik toen en dacht ik van, dit is gewoon niet, ik ga gewoon stoppen misschien. Ik heb mijn plafond bereikt. De beloning kwam niet op dat moment, voor het harde werken. Ja, klopt. Dus dat was het in Suriname voor mij. Ja.